Hey, mede bushcrafters. Vandaag zijn we hier in Geel bij een paar vijvers. Ik ga proberen met de hobo reel hier iets te vangen. Ik ga een beetje uitleg geven over de setup van mijn hobo reels. Ik heb een speciaaltje mee dat ik heb laten maken. En we gaan eens kijken hoe we die setup gaan maken. Dus volg maar even. En dan gaan we aan beginnen. Dus de hobo reel. Deze heb ik gemaakt van Taxis. Een paar jaar geleden. Gewoon simpel. Mes. Silky saw. Tobbertje. Swiveltje. Onderlijntje. Een paar loodjes. Daar heb ik me al heel goed mee geamuseerd. Dat was mijn oude. En deze heb ik nu pas laten maken. Door Maxim van Winkel Solutions. Met de 3D printer. Ik heb altijd al eens een projectje willen maken en een kameraad van mij heeft een 3D printer gekocht, dus bij deze. Thanks Maxim. En we gaan een keer voordoen hoe we de setup gaan doen. Ik ga hier draad opzetten, dobbertje opzetten, swiveltje opzetten, loodjes aanpietsen, haak aanzetten. En dan gaan we in de vijver eens casten om te zien hoe die werkt. Heel de hobo reel is een leeg compartiment. Hij is drijvend, super licht. Alles zit hierin wat ik eigenlijk nodig heb. Ik heb spinner, rubberen aasjes, loodjes, een paar haakjes. En nu hebben we nog de dobbertje nodig. Maar allereerst gaan we er draad op zetten. Dus hoe doen we dat? We doen de draad er rond. We doen een uni-knot. We doen de draad van boven dubbel pakken, een lusje. En we gaan onze draad een keer of 4, 5, 6. Door de lus wikkelen, nat maken, aantrekken en de draad trekt zichzelf vast. En dan knippen we de juiste kant los. En nu is het gewoon een kwestie van oprollen. Dus we hebben onze hobo reel volledig opgevuld met draad. Dan gaan we daar van alles aan beginnen hangen. Ik zet hem even vast. Dan als eerste zetten we er een dobbertje aan. Het zijn gewoon simpele dobbers van de Decathlon. Steek de draad door het gat. Hier. Het stokje erdoor. Dan pakken we onze swivels en die gaan we weer met dezelfde knoop bevestigen als we de hobo reel en de draad aan elkaar hebben gelopen. Uni-knot. En waarom zetten we een swivel? Omdat de hoofdlijn sterker is als de onderlijn. En de onderlijn die mag afbreken als we een te dikke vis hebben. Die gaat kapot gaan en dan zijn we niet alles kwijt. Dan zijn we enkel maar de haak in de vis kwijt. De vis die verwijdert die haak wel door te schudden. En die haak die komt wel los. En dan kunnen we met onze Huiderman twee loodjes pitsen. Ik weet nu dat het twee loodjes zijn omdat ik al een paar hobo reels heb gemaakt. En ik heb al een paar van diezelfde 2 gram dobbers. Dan pakken we een stukje onderlijn die dat dunner is als onze hoofdlijn. Die dat we op de hobo reel hebben gezet. Pak een 30, 35 centimeter. Dan hebben we genoeg ook voor de knopen. Maken we een simpel lusje in en een knoopje en die maken we aan onze swivel en dan maken we de haak ook weer al met dezelfde uni-knot aan onze onderlijn. Dus we hebben één knoop voor alles. Voilà onze setup, de haak, de onderlijn, de swivels, de dobber. En de hobo reel. Voilà. Nu gaan we eens proberen in de vijver te casten. Nu gaan we eens kijken of we een worm kunnen vinden. En dan hebben we aas. Ik heb wel rubber aas bij en een spinner.
Maar dat is eerder voor roofvis, forel en dergelijke. En ik denk dat er hier gewoon witvis of brasem, misschien zelfs karpertjes op zitten. En we gaan eens kijken of we een worm vinden. Hè. Wormke. Gaan we eraan hangen en dan gaan we het proberen. We hebben onze worm. We verhogen onze dobber een beetje, dat we ongeveer een dikke halve meter, want ik weet niet hoe diep het hier is, in het water gaan. En dan hebben we een paar methodes om te casten. Je kan zo casten. Dat gaat niet zo heel ver. En je hebt dan nog die dat ik gebruik. Ik haal in. En ik laat mijn draad gewoon op mijn vingeren rusten. Dan, als ik genoeg plaats heb achter mij, dan gaat hij veel verder. En dan laat ik die er even liggen. En kan ik me gewoon rustig zetten. En ik kan wachten tot de dobber onder gaat. En hopen dat we beet hebben. Hè. En we zijn onze worm kwijt. Dus helaas, niks kunnen vangen. Ik heb maar een paar wormen. De vis is door de vorst, denk ik, deze nacht nog altijd op de bodem blijven liggen. En er zit geen beweging. We komen binnenkort zeker nog wel eens terug. Als de warmere dagen er terug zijn. Binnenkort geef ik ook een event in het Bushcraft Café. Dus www.bushcraft.café. Een event waar ik hobo reels ga leren maken aan... die dat zin hebben. Dus ga naar de website, schrijf u in en ik hoop dat ik u dan zie. En dan leg ik u alles uit, gaan we samen vissen. Twee dagen plezier rondom het vissen. We doen alles, hobo reels maken, we gaan vissen, vis kuisen, vis klaarmaken op het kampvuur. Twee dagen fun zou ik zeggen. Dus heb je zin, schrijf u in en ik zie jullie op Bushcraft Café Events. Tot dan! Bye.